Wacht. Voor de mensen die snappen. Zie je muziek uit. Yo guys, bless you. Vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we weer Outlast. Anyway, laten we gewoon beginnen. Of verder gaan met Outlast. En ja, let's go. De vorige keer waren we hier gebleven. Deze man heeft beter tijd gehad. Ik zie hier een ding, maar... Ja, ik kan daar dus niet in. Ah, hier kan ik precies wel naartoe. I have not that much in. Maar ja, do it for the views. Ja, hier was Father Martin. Nope. 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 Ik was me zo net een besef met de kerk. Look for Father Martin. Ah man, zou er iemand buiten zitten? Ja, dat is sowieso wel. Kan ik hier? This door needs a key. Hallo. Wat was dat? Ik vertrouw deze helemaal niet. Ah! Jee, ik weet niet naar waar we moeten, maar... Ja, oké, maar... Ik ben blij dat we veel... Ah, allemaal muggen. Blijf daar maar. Oh, man. Ah, een key. Oh, dankjewel voor die fucking batterij. Die had ik, hé. Ik moet gewoon... Nee, is echt freaking eng. Deze is zo fucking freaking eng, joh. Ja, ik moet naar daar. Naar hier. Oké, saving. Wacht, precies slim dat ik dat open laat. Wacht. Father Martin ging buiten staan. Deze hadden we niet afgesproken. Dude! Nou, schrijf dat maar op, zijn manneke. Ah, we zijn terug buiten of zo. Ja, no shit, dat we terug buiten zijn. Ik hoorde precies iets achter mij. Ah, nu zitten we hier op dat dak, ja, ja. Plassen van de stress, ja. Is niet normaal. Is niet normaal. Ah, hier zijn we. Bij alle surprise zat er buiten geen monster. Nog niet. Laat ik het zo zeggen. Ah, mijn paard moet hier ook niet komen, dus. Ja, dit vertrouw ik al wat minder. Waarom vertrouw ik überhaupt iets eigenlijk? Hallo, kan ik hierop of niet? Ja, dankjewel. Saving. Auw, FPS. FPS. Ah, dankjewel. Ja, dat proberen we echt al heel lang. Hallo deur. Ah, ik kan die niet gebruiken. Waar zou Father Martin toch zijn? Ja, dat buiten gaan is echt gewoon een batterij weggooien ding. Is hier iets? Als ik dit doe, kun je gewoon letterlijk niks zien, dus ik moet mijn camera wel gebruiken. Oh, en nou waarom ik niet. Wacht. Voor de mensen die het niet snappen, Siever zit buiten. Ik had er net beter niks gezegd. Hij komt dichter. Oh mijn god. Ja, help stop. Oh. Siever zat daar beneden. Oké. We hebben echt geluk dat we Siever buiten niet waren tegengekomen. Siever, fuck off.
niet de echte Sire van mijn privéleven, maar het privéleven, dat klinkt zo. Maar volgens mij, Sire, hè, die is echt gewoon wals van, oh nee. En toen moesten we terug naar beneden. Niet? Dan had ik daar geluk. Ja, snel. Auw. Godverdomme. Ah, Sibre, fuck op. Ah. Ja, het trekt al mijn ingewanden maar uit. Flikker. Dag Sibre. Nee. Sibre, flikker. Had mij dan op de minst naar de juiste kant gegooid. Hond. Ga er sneller door. Sneller. Ah, eindelijk jongen. Ik snap ook niet wat Sibre tegen mij heeft. Oh, kut jongen. Ja jongen, Sibre, ik weet dat je gaat terugkomen. Blijf nu maar gewoon weg jongen, echt. Rotzak. Ja nou, waar moet ik? Ah, daar. Denk ik. Saving. Ik heb laatst het wel best veel Fiatros. En dat is meestal als ze aan het saven is. Dus. You saw the wall rider, didn't you? Yeah. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon. Soon! This way! Revelation is at hand! Maar waarom loopt hij helemaal van mij weg? Maar dat ga ik voor de volgende keer laten. Vond je deze leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je in de volgende keer. De volgende keer meer lijden voor mij. En dus meer Outlast. En ja, ik zeg ciao.